Het is zondag 21 april. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Coffeeshops zijn blij met het idee van Rotterdam om zelf wiet te kweken. Koor uit Oud-Beierland blijft achter het koningslied staan. En wat trek je nou aan als je naar de inhuldiging van de koning mag? Nu eerst kort het weer. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft droog. De matige wind komt uit het zuidwesten. Het wordt in de middag 13 graden. En vlak aan zee, net als vandaag, ietsje koeler. Het plan voor wietteelt onder toezicht van de gemeente Rotterdam valt in goede aarde bij coffeeshophouders. Burgemeester Abu Taleb wil een wietplantage beginnen om de veiligheid in wijken te verbeteren. Voor dit plan heeft hij een meerderheid van de gemeenteraad nodig en toestemming van minister Opstelten. Ja, helemaal geweldig. Iedere stap vooruit is er één. En dit zegt de coffeeshophouder niet alleen op eigen titel, maar ook namens het Verbond voor Opheffing Cannabisverbod, de VOC. Daarin zitten blowers, ondernemers en wetenschappers in verenigd. Het idee voor een gemeentelijk gekweekte wietteelt komt van raadsleden uit Den Haag en Rotterdam. En burgemeester Abu Taleb van Rotterdam schaart zich nu ook achter het voorstel. Het experiment wat mij voor ogen staat moet een oplossing bieden voor twee dingen. In de eerste plaats de criminaliteit die samenhangt met de achterdeur van coffeeshops. Ze mogen het verkopen, maar ze mogen het niet importeren. Ze mogen het niet verhandelen via de achterdeur. Daar hangt veel criminaliteit mee samen. Dat willen we graag proberen te verminderen, dan wel op te lossen. Ja, en er is nu veel troep in de verkoop met een te hoog THC-gehalte. Met als gevolg dat dat gezondheidsvraagstukken met zich meebrengt voor mensen. Dit experiment beoogt aan beide iets te doen. Criminaliteit en de gezondheidszorg. Tot genoegen van de coffeeshophouders. Want gemeentelijke wietteelt biedt alleen maar voordelen. Vermindering van de criminaliteit aan de achterdeur. Eindelijk de mogelijkheid om productinformatie te geven. Brandgevaarlijke situaties uit de woonwijken als je centraal teelt. En belastinginkomsten. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad voorstander is van de gemeente wiet. De uitvoering hangt dan alleen nog af van de toestemming van minister Opstelten. Misschien dat het argument van het belastingvoordeel hem dan kan overtuigen. En dan kunnen de wietplanten tussen de paprika's en de tomaten van het Westland komen te groeien. Ja, dat gaat op geen enkele andere manier. Ga je naar een bedrijventerrein zou je het opnieuw moeten inrichten. Maar voor de tomaten en de komkommers worden dezelfde lampen en dezelfde besproeiingssystemen gebruikt. Dus het Westland is er klaar voor. Door de storm van kritiek heeft componist John Eubank het koningslied teruggetrokken. Dit lied zou op 30 april vanuit Ahoy door een groot publiek de nieuwe koning Willem-Alexander worden toegezongen. Het pop-up koor uit Oud-Beierland zou zorgen voor de begeleiding. Maar ja, dit feestje kan nu niet doorgaan. Hou je veilig zo lang als ik leef. Hallo, nou, het is jammer dat hij nou is teruggetrokken. Hij wordt steeds leuker. Ja, het is een kwestie van een feestje bouwen. Ja, waarom al die commotie? Dat moet je gewoon doen. Afgelopen vrijdag werd het koningslied officieel gepresenteerd en het pop-up koor uit Oud-Beierland was betrokken bij de eerste opvoering in De Wereld Draait Door. Componist John Eubank en zanger Marco Bossato hadden op basis van teksten uit het hele land een lied gemaakt voor de nieuwe koning Willem-Alexander. En ingezongen met tientallen artiesten onder wie Lee Towers, Ali B. en Paul de Leeuw. Direct daarop brandt het commentaar los, vooral op Twitter en sociale media. Een petitie wordt gestart en door duizenden ondertekend en tot ver in het buitenland dondert het door. Na deze storm van kritiek en verwensingen trekt een boze John Eubank het koningslied terug. Het Nationaal Comité Inhuldiging betreurt de ontwikkeling, maar zegt dat het zingen in Ahoy voor de koning doorgaat. Hoe is ongewis, ook voor het koor. Wij hebben nog niks gehoord en we horen het wel. En helemaal een nieuw lied geschreven in een week. Nee, dat geloof ik dat niet. Dat redden ze nooit. Nee, en ik denk een ander lied wat nu zeg maar loopt nemen, zoals van Boulevard, dat zou ik echt, dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik een trap na. Nee, neem dan maar iets bestaans. Het Wilhelmus. Ook goed. Die kennen we ook allemaal. Ja. Ik weet het heel niet. Ahoy ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Ik ben benieuwd wat we daar dan voor kritiek op krijgen. Ja, begin maar vast met repeteren. Oh. Wilhelmus van Nassau. Hoe dan ook, ze maken er een feestje van volgende week op 30 april in Ahoy. Ongeacht wat er ook gebeurt, wij als pop-up koor Oud-Beierland staan er in Ahoy. Welk lied het ook wordt, maakt ons niet uit. Wij zingen uit volle borst, van ganser harte, met een grote glimlach op ons gezicht. We gaan een feestje bouwen voor Willem-Alexander.
Een aanrijding in Stellendam heeft twee jonge mannen van 17 en 22 jaar uit Dirksland het leven gekost. Drie anderen raakten gewond toen twee auto's in de nacht van vrijdag op zaterdag frontaal op elkaar botsten op de Plaatweg. De overleden slachtoffers zaten samen met de broer van een van hen in de auto. De broer bestuurde de auto. Hij raakte gewond. Na een test bleek dat hij niet te veel had gedronken. De auto's botsten op elkaar door een mislukte inhaalmanoeuvre van de andere auto. Daar zaten twee mannen in. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder is er ernstig aan toe en de politie laat zijn bloed nog onderzoeken op alcohol. De spanning stijgt voor Lisette van Velzen uit Maassluis. Ze is een van de gelukkigen die is uitgenodigd om bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander te zijn op 30 april. Burgemeester Karsen van Maassluis droeg haar voor omdat ze zich met hart en ziel inzet voor verstandelijk gehandicapten in het dorp. Maar wat trek je nou aan op zo'n historische dag? Ik wilde eigenlijk komen kijken voor een leuke jurk. Oké, prima. Ik heb een brief gekregen met het hele programma wat er van ons die dag wordt verwacht. En daar zit ook een kledingvoorschrift bij. Dat we geen hoeden mogen, dat we in een middagtoilet moeten. Dus ik moet je eerlijk bekennen dat ik even moest opzoeken wat het was. Maar het is een mooie jurk of een mantelpakje. Het is bijna klaar. Dat is wat, hè, dat je dochter naar de inhuldiging mag. Ja, dat is heel bijzonder. Het was echt, toen ze belde, ik was op mijn werk, zei ze, mam, ik heb een hele leuke brief, maar ga maar even zitten. En toen kwam dit verhaal eruit en ik, ja, het is superleuk. Ja, we zijn echt trots, hè? Ja, inderdaad. Oh, jammer dat u niet mee mag, hè? Nou, dat was wel mijn eerste vraag. Mag je ook iemand meenemen? Ja. Dus hier zie jij je wel mee naar Amsterdam gaan op 30 april? Ja, ja, ik denk dat dat een goede outfit zo is. Dag, tot ziens! Ik ga nu naar de kapper en die gaat mijn haar knippen en me leren hoe ik 30 april zelf een mooie kapsel kan maken. Met een beetje een Beatrix kapsel? Nee, nee. Meer maximaal? Eén en ja, inderdaad. Eén is genoeg, toch? Nu is de jurk gekocht en het haar wordt gedaan, dus ja, het wordt... We leven er nu echt helemaal naartoe. Nou, heel veel plezier de 30ste. Nou, dankjewel. Dat zal zeker wel gaan lukken. En we blijven nog even in oranje sferen, want het project Best Buddies won vorige week een oranje kroonappel. Deze prijs wordt door het Oranje Fonds toegekend aan sociale initiatieven. Op de Inspiratiedag van de Rabobank, waar veel sociaal-maatschappelijke initiatieven aan deelnemen, was ook een zeer tevreden groep van Best Buddies flyers aan het uitdelen. We zijn er ontzettend trots op. Heel erg blij mee. Ja... Gewoon super dat wij die prijs in ontvangst hebben mogen nemen. Het komt natuurlijk nog officieel 16 mei. Dan krijgen we hem echt in handen. Maar ja, gewoon de uitslag was natuurlijk fantastisch. Best Buddies koppelt studenten aan jongeren met een licht verstandelijke beperking met als doel die uit hun sociaal isolement te halen. Heel simpel door samen dingen te doen. Kopje koffie drinken, lekker babbelen, een spelletje doen, wandelen, fietsen, strandwandeling maken. Wij hebben ook dezelfde klik met heel veel dingen. Wij vinden alles wel leuk om te doen dus. In het begin was ik echt geïsoleerd, afgesloten en nu ben ik veel opener en veel meer met mensen omgaan. Niet alleen de verstandelijk gehandicapten, maar ook de buddies, veel studenten van sociale opleidingen, krijgen er iets voor terug. De reacties die ik ook terugkrijg is van, goh, ik had eigenlijk helemaal nooit verwacht dat ik dit leuk zou vinden. Maar ik vind het echt fantastisch om te zien hoe deze doelgroep over dingen denkt en hoe ze met bepaalde zaken omgaan. Ja, en daarnaast, je krijgt in de meeste gevallen echt een vriend of vriendin voor het leven erbij. De 50.000 euro die aan de prijs verbonden is, wordt gebruikt om in de toekomst nog meer vriendschappen tot stand te brengen. We hebben er nu 400 jongeren met een lichtverstandelijke beperking die wij koppelen aan 400 studenten jaarlijks. Dat kunnen er natuurlijk veel meer worden, dus dat gaan we inzetten. We willen ook nieuwe netwerken gaan starten bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen. En ja, we willen meer naamsbekendheid, dus ja, promotiemateriaal, dat soort zaken. Dus dat gaan we allemaal ontwikkelen nu. Op de redactie staat Ruud van Os. Ruud Feyenoord heeft zojuist van Vitesse gewonnen. Dus het blijft meedoen om Champions League voetbal, toch? Inderdaad, inderdaad. Het was een heerlijke middag in de Kuip. 2-0 voor Feyenoord, de doelpunten van Pelle en Immers. En daarmee zijn de Rotterdammers op 63 punten gekomen. Zoveel punten heeft PSV ook. Alleen de Eindhovenaren hebben wel een beter doelsaldo. En 4 punten daarboven weer staat de koploper
Ajax met 67 punten. Kortom, met nog 3 wedstrijden te gaan is het spannend. Volgende week is het PSV dat thuis speelt tegen Groningen. Het is NAC Ajax en Feyenoord Heracles. Ja, er is nog van alles mogelijk. Ja, dat is hartstikke spannend. En van voetbal naar korfbal, want gisteren werd in Ahoy de zaalfinale gespeeld tussen PKC en Fortuna. En 's morgens waren er al wat supporters van PKC aan het drinken in de Oude Haven. Heeft dat geholpen? Dat heeft zeker geholpen, want Feyenoord-Vitesse was spannend. De Eredivisie is spannend, maar de zaalfinale tussen PKC en Fortuna, die was misschien nog wel spannender. 20-19 na een 10-10 ruststand. Een winnende treffer van Mehdi Timms. De beker is dus naar Papendrecht, naar PKC. Ze stonden voor de 3e keer op rij in de finale. 2 keer verloren. Nu wonnen ze die eindstrijd. Ja, het was echt een groot feest in een vol Ahoy. Dat moet je zien en dat kan. Op onze website staat een samenvatting van een half uur van PKC tegen Fortuna. Is het kijken meer dan waard? Dankjewel Ruud van Os. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder.